Wat vindt u van zo'n ruimingsoperatie? Spannend. Erg spannend, ja. Nou, iedereen is hier heel relaxed, dus ik denk niet dat het heel erg spannend is. Ik neem aan dat ze alle dingen doen die noodzakelijk zijn om het veilig boven te krijgen. Duikers begonnen met het onschadelijk maken van het ontstekingsmechanisme voordat de mijn langzaam op het schip werd getakeld. En tijdens de vaart naar het Markermeer werd al het scheepvaartverkeer platgelegd en moest de Schellingwouderbrug dicht tijdens de spits. Hoe gevaarlijk is het om zo'n ruimingsoperatie uit te voeren? Nou, het blijft natuurlijk een explosief en ook een groot explosief. Dat vraagt alle kunde en voorzichtigheid van onze explosievenopruimers. En dat doen ze ook. De zeemijn is van Duitse makelij en is waarschijnlijk per ongeluk te water geraakt vlak voor de bevrijding in 1945. Toen lagen bij die steiger lagen dekschuiten afgemeerd. Die waren beladen met zeemijnen. En een van die zeemijnen is van zijn dekschuit afgerold en op de zeebodem terechtgekomen. Gelukkig is de mijn nooit in het ei ontploft en kon hij veilig naar het Markermeer worden gebracht. Want de uiteindelijke explosie van vanmiddag zag er zo uit. Afvuren. Afgevuurd. Okay.